overal bij. Dat internet. Overmorgen komt mijn opa. Ja, jullie zitten tegenwoordig dagelijks zo lang te chatten, vaak met onbekenden. Ik begrijp heel goed dat oma Joke bezorgd is. Ik doe dat nooit. Ik heb heus niet mijn kleren uitgedaan of zo. Overmorgen de opa van Tirza. Ik had altijd gênante verhalen over mij. Ging mijn opa vertellen hoe ik vroeger altijd mijn kleren uittrok. Jij kan je opa nog afzeggen. Het is slecht nieuws, het gaat over mijn opa. Hij kan niet komen, want hij is ziek. Weet je, ik ga hem even bellen om te kijken of hij denkt dat het volgende week wel lukt. Nou, dan kunnen we ruilen met de oma van Destin. Dan komt zij overmorgen. Nee, maar hij is veel te ziek om te bellen. Hallo, met Johan. Tirza staat naast me. Hij staat op de speaker, de telefoon. Dus, nou ja, ik wil alleen maar even weten of u denkt dat het volgende week wel gaat lukken. De week had ik eigenlijk een date met een jonge 72-jarige schatje. Oké, maar het kan dus. En nog beterschappen, hè? Maar ik ben helemaal niet ziek. Maar goed, dan kunt u net zo goed overmorgen komen als dat voor u geen probleem is. Tot overmorgen. Liegen is geen oplossing, hè? Na het tweede uur weet iedereen mijn ergste verhalen en kan ik een nieuwe school gaan zoeken. Je moet hem gewoon duidelijk maken wat hij wel en niet kan vertellen. Nou, dan maar geen Engels. Dan kan ik nog even met hem praten. Waarom zit jij niet bij mij in de les? Ik moet naar de opticien. Mijn moeder die komt me straks ophalen. Hoi, opa. Ik dacht dat ik jou in de les pas zou zien. Ik moest toch nog even wat dingen bespreken. Dingen bespreken? Met mij? Toch niks ernstigs, hoop ik. Ik heb liever niet dat hij iets over mijn jeugd vertelt. Dus gewoon alleen jaren 70. Ik zal het alleen maar over de jaren 70 hebben. Je wil niet weten. Ik wil ook vertellen hoe ik Tirza, haar oma, ben tegengekomen. Maar op een sleutelfeestje... Wordt iedereen dan opgesloten? Het ging om de seksuele moraal uit die tijd. Je had een grote pot. Daarin stopte iedere man de sleutel van zijn auto in die pot. Hè? Dus niet met je eigen vrouw? En zo is Tirza haar oma met mij meegegaan. Ze heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. Een zekere golfbeweging plaatsgevonden. Zullen we het daar maar op houden? Dat hebben jullie aan Tirza te danken. Dank je wel. Mijn opa en oma gingen vroeger altijd naar naaktcampings. En normale campings noemden ze dan textielcampings, omdat iedereen daar... Seks!